Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En vandaag gaan wij dus mijn team eens bezien. Want ik heb een paar nieuwe spelers gekocht. En ik wil je graag in deze video dit bespreken. Als gekocht en gepakt bedoel ik. Maar ik heb een nieuwe speler gepakt, een nieuwe spits. En echt een goede spits. En we zullen wel zien. Ze weet wat voor spits ik gepakt heb, want het is echt een top spits. En let's go. Ik heb dus een hele leuke spits. En jullie gaan direct zien wie dat ik gepakt heb. Dus En alleen de team update ga ik doen in deze video, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, na zoveel keren dit stukje op te nemen, hoop ik eindelijk dat ik toch een goede keer kan opnemen. Dus dit is het team. Op goal staat dus Alisson. Op rechtsback staat Kieran Trippier, Winter Wildcards. Op rechtscenterback staat Virgil van Dijk, Gold Rare kaart. Op linkscenterback staat Winter Wildcards Varaan. Op linksback staat Coltrair Robertson. Op rechtscentermid staat Matheus Nunes, Road to World Cup. Op linkscentermid staat Eriksen, Road to World Cup. Op centraal aanvallend middenveld staat Riquelme, Mid Icon. Op rechtswing staat Messi, Coltrair. In de spits staat Eric Cantona, Baby Icon. Of ja, Base Icon. Verkregen uit een Icon Players Pick, de Base Icon Players Pick, maar ik kan zo duidelijk uitleggen waarom, dus dan moet je eventjes naar mijn middengalerij. En op left wing zijn nog altijd Fred, Savio Moreira, heb ik dus voltooid. Gaan jullie hier na dit stukje zien hoe ik Savio Moreira voltooid heb. Toni Kroos, Luka Modric en Ter Stegen en Haaland zijn dus de Revasule Road to the Knockouts. Schlotterbeck van Savage, Gakpo Team of Tournament World Cup, Kimmich, Mane en Salah Goldrair en Orsic World Cup Confrontatie Plus of World Cup Showdown Plus Confrontatie, hetzelfde. En dan heb ik hier, ja. Dan moet hier niet meer zijn. Dan komen we eventjes uit op mijn medegalerij. Moet eventjes zoeken waar ik die heb dus gedaan. Als hier dus. Hier open ik wat packs. Ik heb daar gewoon boosts opgenomen. Voor op terug te zien. Dus hier pack ik een Duitse cam. Oh, dat is Hofman. Dus ja, klik ik gewoon weg. Ja, die klik ik gewoon weg, dus niks aan vast. Twee zeldzame gratispakket. Doe ik gewoon, klik ik open waarschijnlijk. Ja, klik ik open nu en ja, dan krijg ik daar dus een borden uit. Dan krijg ik dus een Zapata. En toen stond mijn game nog in Nederlands. Dan die Adams, die doe ik weg. Nu. En weer al dat soort dingen. Dan vraag ik aan Sven, ik kan Sven aan het bellen. Open ik het Premier League Service pakket, dan weer het Service pakket 84+. Open ik uiteindelijk het 84+. En dan krijg ik daar een walkout uit. Maar een Nederlandse centerback van Liverpool, dus Van Dijk. Dubbele Van Dijk. Dus wat doe ik daarmee? Daarmee rond ik de 86 squad af van de Icon Players Pick. Dus ja, die dan krijg ik terug. Krijg ik Van Dijk en Diaby terug. En open ik eerst het premium pakket. Oké. Okay. Krijg ik geen borden uit. Krijg ik gewoon een rij uit. Oké. Okay. Spaanse goalkeeper. Was niet zo speciaal. En dan premium ik dat pakket. Pak je daar wel niet zeker een Ndidi uit. Die is wel goed. Maar dan pak je daar een dubbele Philips en een dubbele Richarlison uit.
Dus wat doe ik? Dan rond ik daar ook mee de 84 reden squat af. Waardoor ik nu eigenlijk... Dan zie ik net, oh ja, ik heb nog een Richarlison dubbel. Dus ik smijt die gewoon weg waarschijnlijk. Hier smijt ik die weg. En dan open ik de player pick. Zie ik Tessie, Cantona en Wonderstar staan. En dan ben ik present op zoek naar Fitbin. Ik wist dat ik met Van der Star sowieso de prijs van de SBC zou terugverdiend hebben. Dus die, en met de CI ook wel een beetje. Maar Cantona was op dat moment van opname 104k waard. En dan dus, ja, op dat moment van opname van de video, even een stukje. Ik denk dus, ja, van Cantona is echt wel een goede speler. Heeft dus ook voor mijn favoriete club in Frankrijk, Olympique Marseille, gespeeld. En ook voor United en zo. En voor Leeds United. Manchester United, Leeds United, Manchester United. En dus dan wacht ik af. Ben ik vooruit aan het checken van de Star. En dan kies ik nu Cantona. En dan heb ik dus Cantona in de club gekregen. En ja, zet ik direct. Dat ik er nog een pack staan. Klant op gouden spelerspakket. En ja, hier heb ik dus Cantona in de spits gezet. Dus dit is het uiteindelijke team geworden. En ja, misschien ga ik binnenkort een team rond Cantona bouwen. En hier zijn nog wat packs, denk ik. Ja, hier pak ik dus Araujo, lekker. Was wel lekker die Araujo. En weer dat ik. Maar ja. We gaan sowieso zien hoe dat ik. En hier pak je dan een dubbele. Nee, een Munia in. Wat eigenlijk wel nice is, dus ja. Dit was een beetje dit stukje van de video. Zie je het komen, packs eraan van Winter Wildcards en hoe dat ik Savio Moreira oplos. Oké, boys en girls, het is 7 uur en we gaan nu dus Ultimate Team induiken. En ja, ik hoop dat ik ofwel een Varaan pack. Maar mijn defense is nu al decent, dus ik hoop eerder dat ik een Robertson of zo pack. Dat die Robertson uit de club kan eigenlijk. Dat ik dan nog eens een 20k extra heb op de bank. Dus ja. Nu zoek ik achter Daily SBC voor dus, de dingen af te ronden. De Winter Wildcard dingen. Maar ik zie hier precies nog niet staan. Ah, hier. 84 x 5 heb ik gereed. Dus dan de Winter Wildcard JD Daily Login Upgrade. Ik heb hem in Engels gezet. Bronze. En dat was de laatste Daily Login. En dan gaan we nog een leenspeler krijgen. Als EA wilt meewerken, wauw. Dan gaan we voor Adama Traoré. En dan krijgen we nog een objectief die we voltooid hebben. Dus dan krijgen we hup. De 10, 83 plus spelers. En dan de Winter Wildcards. Players pack. Dus we gaan eerst de 81 plus toegereden goldplayers pack openen. Krijgen we een borden uit. Italiaan, centerback. Bastoni, lekker. Goeie folder. En Sancho, goede folder. De 10, 83 plus players pack. Geen walkout denk ik. Centerback. Ruben Diaz.
Alleen dubbele Ruben Dias en een Koulibaly. Oeh. Oh nee, rechtsback Fabio, lekker. Dus Ruben Dias. Die moet ik even houden. Dus dan gaan we Rob de 84 plus. Maal 5 doen halen. 84 plus maal 5 gaan we Rob halen. En dan hebben we de Ruben Dias verwerkt. Team de week. Eén voor een higher rated. Dan je clean Ruben Dias. Een goalkeeper wat 83, 84 rated is op. Andanovic. Bastoni is goed daarvoor. Left back. Team van de week moet ik ook nog hebben, dat is juist. Wacht hè. Quality. Goal team van de week. Rechtsback heb ik. Nou, dan moet ik geen goal team van de week hebben. Center mid, Çalhanoğlu, Link Thiago, en is ook 84 traded. Links mid, Job, Link Thiago, met rechtsback. Osimhen, en dan Jiménez om het af te ronden. We hebben toch die een dubbele Ruben Dias verwerkt. En nu hebben we dus 84x5. Ik kreeg mijn wildcardje uit. Oh, ik dacht dat ik opbrak met de Skriniar. Barella, Skriniar, Zeko, Çalhanoğlu en Chiesa. Decent, decent. En dan de winter wildcard pack. Die gaan we ook open doen. Dan krijgen we Nederlands left wing. Oh nee. Just die kut ik al heb. Moeten we ook iets doen. Dan wil ik er een bestieke wel tooien. Die gaan we voltooien. We gaan maar verder met die gaan voltooien. We doen dit Savio Moreira maar voltooien zeker. Dan gaan we Dima voltooien, Savio Moreira. Brazilië speler, dus moet ik er ook eentje van hebben, dat is juist. Richarlison is ook al erin. Right wing, Asensio. Moet ik een flikker dat erin zit. Henderson. Çalhanoğlu, again ingeleverd. CDM en Didi. Links en back, de links en back. Left wing back is gaan zien of ik daar nog iets heb. De keeper, die moet dan eigenlijk ook zijn. Gaan we gewoon die Rendolf inleveren.
Misschien toch niet helemaal. Araujo. Diego Carlos is een goede link. We hebben de Savio Moreira ook voltooid. Dan opnemen ze. Savio Moreira is ook voltooid. 87 credit. Dus ja. Dat was een beetje de video. Dus ja. We hebben weer al een speler voltooid. En we hebben een dubbele Kluivert. En we hebben een dubbele Ruben Dias gekregen. Dus gaat die Bounou hieruit. En komt daar Savio Moreira te staan. Hup, Savio voltooid. En dan, ja. Dus wij completen Savio deze video. We hebben een icon gepakt uit een player pick. We hebben heel wat goede shit gepakt. Een dubbele Ruben Dias. Een Koulibaly. Ik heb een Skriniar en Barella. Een Busquets. En een Sancho gepakt, dus ja. Eigenlijk is dit al een goede video, dus ja. Let's go. Hier zitten we dan. Einde van de video. Einde van de FIFA video. Met weer een leuke icon in mijn team. En een leuke centerback weer bij mijn team. Dus ja, zo. Hadden jullie ooit verwacht dat ik dus de icon playerpick ging doen? Oké, de volgende doe ik waarschijnlijk. Als er een volgende is en ik heb de folder ervoor, ga ik die waarschijnlijk doen op video. Wil je dat zien? Smash dan zeker die like button. Abonneer beneden voor meer content. En als jullie dit zien, ben ik waarschijnlijk al in een weekend live geweest met dus Cantona in de spits. En echt een super kaartje. Ik heb er heel veel genoten van dus het mogen spelen met Cantona. Echt, ik zeg het. Echt een top kaartje. Echt een heel goed kaartje, Cantona. En deze video heb ik dus over 2 dagen verspreid. Waarom? Want ik had eerst dus... Ja, ik had al 3 keer opgenomen, de team update, maar er bleven al teamspelers bij komen, dus daarom heb ik eventjes de team update gelaten voor wat er mis en heb ik nu net dat opnieuw opgenomen en ja, dit was zo'n beetje dus mijn video van FIFA en ja, mijn team update, we hebben een hele leuke speler en ja, Cantona is echt wel een hele leuke speler. Ik had deze morgen, 4 januari had ik dus in de ochtend geprobeerd. Die team staat ook online om voor Champions de finals te bereiken. Is me uiteindelijk niet gelukt. Omdat ik 2-3 ging. En ja, ik was er echt moe van. Ik kon me niet meer concentreren op de game. En dus heb ik maar de playoffs stopgezet. En kon gemakkelijk nog Weekend League halen. Maar ik heb het niet gedaan omdat ik zeg van... Ik wil graag rustig op mijn gemak kunnen spelen in het weekend. En niet dus Weekend League willen spelen. Want Weekend League is toch niks tof aan. En ja. Ik heb nu... Anders zou ik alles op zaterdag moeten spelen. Want op zondag kan ik al amper spelen. Omdat ik dan waarschijnlijk voetbal heb. Dus kon ik eigenlijk amper spelen. Dus heb ik zomaar gezegd van... Ja, ik ga de stream... Eigenlijk ga de stream afsluiten. Ik ga gewoon playoffs beëindigen. En... Gewoon squad battles spelen. Totdat ik eigenlijk, ja, genoeg points heb voor Elite 3 te halen. Soms Elite 2. Maar daar, vanaf nu, dit weekend, ga ik geen packs meer openen. Want die ga ik allemaal sparen voor bij Team 4. Voor natuurlijk de stream van Team 4. En elke pack dat ik krijg, dus ook... Moest ik bijvoorbeeld een SBC voltooien, moest ik dit voltooien, moest ik dat voltooien. Ga ik elke pack sparen. En nu heb ik toch ook heel veel coins op mijn bank staan. Dus ga ik ook weer heel veel coins in SBC's droppen. Ik hoop dat ik na
x aantal weken nog coins heb. Dus als ik bijvoorbeeld mijn winter wildcard dingen, dat is nu gedaan bijvoorbeeld. En dan hoop ik toch dat ik dus mijn coins kan behouden. Oh ja, moe. En dat ik mijn coins eigenlijk kan verwerken en verwerken. Daarom heb ik nu zoveel sparen, nu zoveel alles verkoop eigenlijk, dat ik mijn packs krijg. En dat ik zo toch mijn coins terugverdien. Dus ik ga sowieso nog een paar keer een draft spelen. Die draft rewards ga ik dus bijhouden voor dus de Team Leader stream. En ik ga een paar keer dus nog altijd de Silver Beast doen. Ook voor Team Leader. Ik krijg een megapack uit, of een rare megapack zelfs. Dus ja, die ga ik ook op stream voltooien. Dat is een donderdag stream. De Silver Star. Dus ja, dat is waarschijnlijk een stream van een donderdag geval dan dinsdag rechter. Dus ja, dat is een beetje de Silver Star SBC. Ja, de Silver Star objectief. En dan vandaar. Vandaag ga ik ook de packs bijhouden. Want nu begint het sparen van de packs voor Team of the Fucking Year. En op 10 januari kunnen we dus al stemmen. Vanaf 10 januari kunnen we stemmen. Ik ga sowieso stemmen voor Team of the Year. Want dan ga ik zelfs in een streampje doen, geloof ik. Stem voor Team of the Year. Dus ja, let's go. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Altijd Dylan. En ik zit hier. Dus FIFA video te maken. En ik zie jullie guys graag terug in de volgende video. Bye bye!